wat verschrikkelijk. Wat moet ik nou in hemelsnaam doen? Wat is dat? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden? Ja, dat is een karweitje voor supergrover. Oh, ik kwam zo hard terecht dat mijn cape pijn doet. Toe, goed, het is al over en ik sta klaar, kleine meid, om je problemen op te lossen. Oh, supergover, ik heb mijn vriendje Bobby beloofd dat ik kwam spelen. Maar ik moet dit opstel afmaken voor school, dus ik kan niet gaan. Oh, je kunt niet gaan, dat is verschrikkelijk. Wat zal Bobby dat erg vinden? Ja, ja, maar wat kan ik doen? Ah, ik, supergover, weet er iets op. Wat dan? Gewoon niks zeggen. Geen nieuws is goed nieuws. Maar dan blijft hij de hele middag op me wachten. Dat is niet aardig. Nee, dat is waar. Oh, dan moet je het vertellen. Je gaat straks meteen naar hem toe en dan zeg je... Het spijt me, ik kan niet komen vandaag. Misschien een andere keer. Maar hij woont zo ver weg. Dat duurt veel te lang. Nou, dan loop je heel erg snel. Oh, supergrover. Oké. Ik, supergrover, met mijn superverstand, los dit probleem op. Door ijsberen en denken. Oh, ik weet het. Wat moet ik doen? Mijn papa en mama bellen op als ze iets willen zeggen tegen mensen die ver weg wonen. Als ik Bobby opbel, dan kan ik het hem vertellen. Wacht eens even. Horen moet je, dat is het, met mijn super. Superstem, roep ik Bobby. Wacht jij eventjes hier. Bobby! Yo! Bobby! Roberto! Hallo, Bobby? Bobby? Met Sylvia. Ik kan niet komen vandaag. Ik heb te veel huiswerk. Bobby! Het spijt me. Bobby! Nou, dag! Bobby! Supergover! Auw! Doet dat even pijn? Het spijt me, kleine meid. Ik geloof niet dat Bobby met je wil praten. Maar ik had hem net aan de telefoon. Hij weet dat ik niet kan komen en het is in orde. Aha, dus hij hoorde mijn superstem en toen belde hij naar jou. Oh nee, supergover, ik belde... Nee, geen dank hoor. Het was alleen maar een karwei geklaard door supergrover. Maar supergover, ik heb toch zeker zelf... Nou, kleine meid, als je me nodig hebt, ik sta in het telefoonboek. En nu moet ik vliegen. Oh... Als je ooit nog eens een superheld wordt, kleine meid, denk er dan aan de deur open te doen voor je gaat vliegen.